Zaterdag 20 februari 2021. Eerst gaan we even onze touwen viervoeten even voorgeven. Ondertussen kan ik alvast de koffiezetapparaat aanzetten. Want ik zeg, voor een goede reis hoort er natuurlijk een goede bak koffie bij. En dan groen voor Dolly, voor mijn konijn. Maak ik de koffie klaar en dan ga ik jullie zeggen wat we vandaag gaan doen. Zometeen de ICE Berlijn richting Amsterdam van 11:03. En er is hier niks. Vandaag gaan we de oude SGM-sprinters doen. Zit dus nu in de Intercity richting Amsterdam Centraal met een kapotte eerste klas rijtuig. Ze zit dus nu in het bordbistro gedeelte. En dan gaan we richting Amsterdam mee met deze trein om daar volgens Intercity richting Haarlem te pakken om in Haarlem de oude sprinters van type van SGM te doen voor de laatste keer. Dus je zegt, veel kijk, zie je. Extra vlogmateriaal. Dus dan die achterste rijtuig is kapot in verband met die deuren dat je niet kan vluchten als er nood is. En dan zeggen ze van dan gebruiken die rijtuig maar niet. Dat is het Mist of Off Cork. Dus dan kun je alleen maar in het restaurantgedeelte zitten in de eerste klas. Top geregeld weer. Meet bij Tuffling zo'n Deutsche Bahn. Overstapje op de Intercity richting Den Haag Centraal. En die nemen we tot aan Haarlem. Er zit 4 en 4 op.
Ik heb iets gevonden hier. We zijn hier op Haarlem Centraal. We gaan even weer back in de jaren 40 of zo. In de Tweede Wereldoorlog tijd nog. Toen was dit er ook nog. En dit is een stationstoilet van de Zaniver. Maar het leek net op een kerkhof. Jeetje, Ubex-tijd. Daar ben je bij Haarlem op het goede adres. Haarlem is een van de Nederlandse stations met een bibliotheek op het Zuidperron. In deze jaren 40 ding. Tijd. We hebben weer een standaard NS-lift. We hebben een nieuwe koelen. Nou, zo 1994 vind ik deze lift er best nog wel nieuw uitzien. Het ruikt hier een beetje naar vet. Kijk, dat is toch echt net een gevangenis met al die tralies. Niveau 0, rechts, uitgang. Hij is Haarlem ook de enige met zo'n klok uit de jaren 90. Ik heb helaas slecht nieuws. In Haarlem stonden geen SGM's om te sprinten naar Leiden. Er staat een SLT op. Dus die bal hier als ze stekken. Dus nog een hoop waar ik die dingen nog kan treffen. Maar dat is helemaal aan de andere kant van het land. Bij Dordrecht, Rotterdam. Dus ik moet hier eerst naar Utrecht Centraal heen. Om wat op te halen. En kijken of ik daar nog wat tijd van heb. Maar die hele planning kan naar de tering. Nou, Intercity naar Amsterdam Centraal. Dit vroeger was dit een cateringlift. De rail catering door de wagon heen kan rijden. Dat was allemaal jaren 90. Is nou een luggage rack. Kun je koffers in doen. En voor mij heeft NS ook een Windows XP. Dat is bij KLS. Spannend dagje vandaag. In Amsterdam Sloterdijk. Hier even overstap de Intercity richting Maastricht en dan gaan we naar Utrecht heen. En ik hoop dat ik vanmiddag nog hier SGM's nog op de foto kan krijgen in Dordrecht. En als je net het begin van deze filmpje hebt gezien. Oh, daar komt de metro aan. Metro. Dan staan hier nog een paar oude slaaprijtuigen van de City Nightliner. Dus dan gaan we zo eerst naar deze Intercity naar Utrecht Centraal. De trein komt er al aan. Ik had al gezien in de app, het is een Verum 4. Nieuwe, gemoderniseerd. Een Verum 4. Dus nog een van de oudere generaties, net aan een nieuwe generatie. Dit is de cateringlift. Die oude displaytjes van de jaren 90. En ik zal mijn mond weer houden, want ik zit in een stiltecoupé. Helaas. Ik kom zo aan de Utrecht Centraal.
Hiervoor moet ik naar het hobbyhuis heen. Dus dan moet ik zo meteen naar het Jankingshof heen. Met de bus. Die ga ik denk ik niet filmen. Maar... haal mijn pakketje maar op. We zijn op Utrecht Centraal. Dan heb je dit rare ding. En staat daar een bordje van excuses voor het ongemak. Rotterdam Centraal. In Rotterdam Centraal ga ik over op de sprint naar Den Haag Centraal. Daar kan zit SGM op. Dat heb ik gezien op de race binnen. Geen SLT, maar SGM. Dan kan ik daar nog overstappen. En Den Haag Centraal ben ik nog voor de avondklok nog thuis in Hengelo. Dus het gaat lukken. Alleen moet ik helaas wat avondeten afschaffen. Dus het gaat lukken. Wel weer een hokjestrein gevonden. Dit keer wel een hokjestrein. ICM. We zijn hier op Den Utrecht Centraal. Zowaar een SGM. Beste reizigers, de Intercity naar Dordrecht van 16:37 vertrekt van spoor 2. Herhaling. De Intercity naar Dordrecht van 16:37 vertrekt van spoor 2. Beste mensen, ik heb eindelijk het gedrocht gevonden. Ik zit namelijk op de sprinter richting Den Haag Centraal. En dus niet op de sprinter naar Leiden Centraal vanuit Haarlem. Dus hebben we toch onze SGM. Blije timgeluiden. En er komt daar een hele leuke trax. Een leentrax van NS. Oh, we gaan al. Vaartsheid. De laatste keer van mij dit nostalgieterrein. Het mooiste vind ik... ramen niet over kunnen in deze trein. Verder. Laten we gaan deze mooie rit. Nostalgie vind ik leuk. En ik moet toch plassen. We staan hier snel op het station van Schiedam Centrum. Dan kunnen we meteen even een Wikipediaatje doen. SGM staat als afkorting van Stadse. Ja, ik kom er niet even op mijn naam. In ieder geval, het is een sprinter die geïntroduceerd in de jaren 1970. 1970 voor extra treinen rond de Randstad. Dus het is toevallig dat deze trein toevallig op Randstad rijdt. Want die heeft vroeger ook op deze lijn gereden, op rond Schiedam Centrum. En of die lijn waar nu metro's overheen rijden,
de metrolijnen van Ernet richting Hoek van Holland, Hoekse lijn. En weet ongeveer rond 1980 en 1990 zijn die trein omgebouwd tot citypendel. Het zijn blauwe bankjes. Ik reed ook heel veel rond deze omgeving rond. En rond 2002 kreeg ze dit interieur. Maar ik laat de plaatjes nog wel van de oudere interieur nog wel in beeld zien. Dat is even een feitje over deze trein. En zo is NS afgestapt met het woord stoptrein. Gaan we voor deze nostalgie voorlopig even afscheid van nemen. Misschien dat er als een keer een afscheidsrit komt, dat ik hem nog een keer ga opzoeken. De laatste keer dat hij rijdt. Voorlopig zijn we even klaar met raampjes open. Dus kom zo aan op de Haag Centraal. En dan gaan we weer als snel mogelijk weer... Oeh, Akkie, overweg. Zo snel mogelijk weer richting het oosten. De laatste nummer niet meer van de SGM is de 2977 van het SGM-netwerk. Dit is eigenlijk food review. Vandaag eten we lekker smulles. In een koploper of zo. Smulles. Dus de trein neem ik tot aan Zwolle. Van werkzaamheden. Dus ik mag met dit kopeetje net mee naar Zwolle. Dus let's go to Zwolle. Zo, ik heb net een patatje oorlog en een bami-bal van de spullen gegeten. Door het huis en ik vond nog niet verwacht dat ik vandaag nog naar Schiphol heen kom. En ik had ook nog niet verwacht dat ik nog moet overstappen met een blauwnet trein nog moet reizen in Zwolle. Ik heb geen zin. Utrecht opgehaald. Stuurstandrijtuig van de merklassering van de SBB Dostel. En ik moest ook nog wat bedrading hebben van Brouwa. Bordelsporen. De Merklin serie 4375.
Doppelstock, Steuerwagen, B, Different Cape Control Car. En dan haal ik nu naar van nieuw Oost-Indië. Let's go to Zwolle. Deze boekje van Pico. Ik wil denk ik op de duur deze trein ook nog hebben van de SBB. Uit de serie 96856 met MX Flix. Een soort regionaal treintjes, het is wel leuk. Voor de Nederlanders, Airnet GTI vind ik ook best wel gaaf. Voor de Merklin. Maar deze ook van de dieseltriebwagen bouwrijen 612 van Bewiet van Baden-Württemberg S-Bahn. Is ook wel gaaf. Er zit ook praatfunctie op. Nieuw. 2021. Pico. En daar ben ik. En ik heb nog bedragingjes gehad van het type Brouwa. Ja, en ik had het ook nog meegenomen, want ik dacht dat ik mijn SGM'tjes kon klikken, maar hiernaast schiet het gaat. Misschien maar van Noord-Holland naar Zuid-Holland heen voor die dingen. Licht. Dus even nu liggen we nu door Voorschoten heen. Dit is een SNG rugpijn kwaliteit. Zo, en ik ga denk ik hier de vlog ook meteen afsluiten. Ik ga de rest wel nog filmen voor jullie, maar niet meer beknopte meer. Dus niet meer in vlogstijl. Dat is toch wel echt maar twee treinen waar ik nog in moet. Dus deze trein waar we nu zitten. Koplopen en hem zwollen nog met een blonde vleut, maar daar wil ik jullie echt niet meer lastig mee vallen. Dus dan ga ik wel even in snelheid er even doorheen. Ik zeg bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Tennis Rijn. Ga ik een volgende keer weer een nieuwe aflevering. Zeg belletje aandoen, abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tjus, op die nächste Mal. Auf Wiedersehen. Extra vlogmateriaal. Iemand heeft vergeten de telefoon uit te zetten, dus we kunnen de hele riddeltje mee horen.
kom zo aan de Zwolle. De laatste trein nog een blauw net vooruit. Beste reizigers, goede avond. Over enkele ogen. Status update. We staan hier stil bij Nevendal. Een paar stops nog en dan zijn we Borne. Is het er een die moet van Borne? Ja, ik heb terug gezegd dat ik een 4 pak of fleur in heb en geen 3'tje. Een 4'tje, dus blijf je Tim gaan luiden. Ja, ja. Dus ik ben aan hier dan. Drie stops tot de Borne. Hier Borne staat er ook al op. Aangekomen in het station Borne. Nou, de fleutketel gaat weg. Dan gaat de fleutketel richting Enschede.